zijn net vertrokken uit Espevaar. En we zijn onderweg naar Rørvik. Dat is een kleine 10 mijl. En ondertussen zitten we alle, ik zal het dichterbij, want ze horen vast niet, alle routes te bekijken hoe we terug gaan varen. Want er komt veel wind aan. En dat is een kwestie van steeds afstemmen. En Idris zit hier naast me, dus ik ga eens vragen hoe het met hem is. Hé, hey, Idris, hoe is het met jou? Ja, goed, ik ben aan het genieten. Mooi. Ik zit in de genietmodus. Lekker, hè? Ja, zeker. Hey, maar zei je nou Rørvik? Ja, zeker. Ja, dat is niet waar we heen gaan, hè? Dat weet je. Oh, nee. Geef verder niet, hoor. Nee. Rørvik is zeg maar die kant op. Ja. En Rova, dat is zeg maar die kant op. Oh ja, dat is iets. Dat is een klein verschilletje. Rova. Een klein detail. Ja, Rova. Ja. Check. Check. Ja, belangrijk. We gaan naar Rovar. Niet naar Rørvik. Nee. Rovar. Ja, ja. Knekkebreut. Het weer is wat minder aan het worden. We hebben hier fantastische zon gehad. En nu komen er wat lage drukgebieden voorbij. En het wordt wat donkerder. Maar niet minder mooi. Het is dus echt het land van de motorboten hier. Ze gaan keihard. Wel grappig om te zien. Ze varen nu de ankerplaats binnen. Het is een heel klein plekje om tussendoor te varen. Zeker als je van ver afkomt, dan denk je echt dat je tegen de rotsen aanvaart. Maar het is erg mooi. Thank you.
Daar zijn we dan, in het nieuwe ankergebied. Prachtig. Mooie rotspartijen. Mooi beschut. Idris, je weet wel weer de plekjes te vinden, hè? Leuk, hè? Ongelooflijk mooi. Ik zie allemaal rechte rotsen, maar ik zie niks om de boot vast te knopen. Ik hoor een geitje. Wou je hier niet ankeren of is die te diep? Hier kunnen we ankeren, dat is 10 meter, dat is prima. Ja, ja. Maar als je aan de kant ligt, kun je er nog even af, hè? Ja. Meekijken. Wauw. Dus nu laat je me rondje draaien. Even een beetje rondkijken. Nou, dit is dus dat kanaal. Ja. En dit is Kundernes hier. Ja. En waar zijn wij?